Unizo is de vereniging van zelfstandige ondernemers. Als activiteiten hebben ze infosessies en brengen ze ondernemers samen om hun netwerk uit te bouwen. Unizo is meestal de gesprekspartner van de zelfstandigen uit de stad met de overheid. Goedenavond allemaal en welkom op de allereerste Genker Ondernemer van het jaar. Op de gastenlijst meer dan 100 ondernemers staan die vertegenwoordigen bijna 1000 werknemers en een omzet van geschat 100 miljoen euro wat hier in de zaal zit. Applaus voor jezelf. Die 100 ondernemers die hier in de zaal zitten, die bezorgen welvaart. Welvaart, veranderingen, projecten. Iets waar wij voor nu zo ook voor staan. Vandaaruit dat we hier 3 prachtige genomineerden hebben gekozen die alle topper zijn in hun vakgebied. Want wie is er nog niet bij Ines geweest? Steek uw hand op. Wie heeft er nog geen plan bij Bart gekocht? En wie heeft nog nooit in het schoonlicht van Luc gekeken? Vandaar. Onze taak was het makkelijkste. Dat was 3 toppers kiezen uit het Genkse ondernemerslandschap. En hen ook te belonen en echt in de verf te zetten wat zij elke dag doen voor zichzelf, voor hun medewerkers en voor ons als Genkenaar. Want Genk leeft op ondernemen. Jullie leven op ondernemen en wij leven op ondernemen. Ik ben zeer benieuwd wie het vandaag gaat worden, maar dat het een winnaar is, staat nu al vast. Dames en heren, van de eerste Genker ondernemer van het jaar, met dank aan Unizo Genk die dat schitterend doen, gaat naar Bart Diemereis van het Land. Dank u burgemeester, dank u schepen. Dat waren eigenlijk 2 criteria. En dan moet ik zeggen, dan is er toch op een gegeven moment een derde criterium, maar niet echt een criterium bijgekomen, maar nog een aandachtspunt. En dat vonden we natuurlijk ook wel heel belangrijk en zeker vermeldenswaardig. En dat is een hele grote maatschappelijke betrokkenheid. Waar het is vanuit het Genker Plantencentrum, maar ook als mens zelf, met heel veel andere dingen bezig. Met heel veel heel mooie initiatieven bezig. En ik twijfel er niet aan Bart te vertellen hoe ik het over gaat willen zeggen, denk ik. Maar eigenlijk om die reden, en ik durf dan vandaag te zeggen dat we met de jury unaniem waren. Bart, is het dat jij de titel van Genker Ondernemer van het jaar als eerste letterlijk dan op de schouw en op de kast moet zetten? Wij zijn zo pas de trotse winnaar van beste Genker ondernemer van het jaar. En dat vinden we geweldig. We waren al heel fier een aantal maanden geleden dat we bij de 3 genomineerden waren. Mijn collega's Ines en Luc waren ook super sterke kandidaten. Ook specialisten echt in hun vak. En daarmee had ik mijn kans ook maar gewoon op 1/3 geschat. Maar ik ben zeer fier de gelukkige winnaar te zijn. Dat geeft ons ook een boost om in de toekomst steeds verder en beter ons te ontwikkelen.